Ik ben Merlijn en ik doe mee aan de nachtburgemeesterverkiezing van Groningen. Sinds een half jaar ben ik eigenaar van Subsonic, tent aan de Grote Markt. Nou, tegenwoordig zijn we van woensdag tot zaterdagnacht altijd tot diep in de ochtend bezig. En ik probeer op de maandagen en dinsdagen ook nog enigszins normaal ritme erin te houden en met vrienden wat relaxen en te doen, maar het is wel een 24/7 job. Behalve dat ik dezelfde club run, hou ik ook van een goed feestje. En daarom zijn we vandaag bij Cloud9, bij de allerlaatste editie. Merlijn, waarom wil je nachtburgemeester worden? Nou, ik vind dat er in de stad te veel mensen eigenlijk langs elkaar heen werken. En er worden hele mooie initiatieven gedaan, maar iedereen blijft vaak een beetje in zijn eigen hokje. En zodoende wordt er minder mogelijk gemaakt dan er zou kunnen zijn. En ik denk dat ik de eigenschap heb om mensen bij elkaar te kunnen brengen en zo voorbij de win-win situaties te creëren. De eerste ronde is nu voorbij. Hoe ga jij nu campagne voeren? Nou, in de eerste ronde bleek dat heel veel mensen, tot mijn verrassing, echt maximaal het online hebben lopen promoten. En daar ben ik ook heel dankbaar voor. En die 7 november op een maandag wordt het best wel pittig natuurlijk om mensen dan te motiveren om te komen stemmen op mij. Ja, want 7 november is in Huis en Maas de verkiezing. Dat is de bedoeling dat jij dan zoveel mogelijk mensen naar Huis en Maas meeneemt die daar op jou gaan stemmen. En dan is er ook nog een jury met onder andere Peter Reewinkel die dan gaat beslissen wie van de kandidaten uiteindelijk de nachtburgemeester wordt. Ja, en gelukkig heb ik in mijn vrienden en bekenden heel veel mensen die het mij gunnen en heel erg actief meehelpen met het promoten en zorgen dat zoveel mogelijk mensen die stap op die maandag maken. Merlijn, ik ken jou van Club Subsonic. Maar wat doe jij hiernaast allemaal nog? Ik ben vooral bezig met het organiseren van concerten, tournees en festivals. En momenteel zijn we bezig met de ontwikkeling van een televisieserie over de Groningse jongeren en muziekcultuur. En dat wordt een soort interactieve serie over alle dingen die hier in de stad gebeuren en die jonge mensen hier doen. Ik ga maar even snel heen, omdat het hard gaat. Big zin, hè? Fucking hard face. Dus jij doet zowel in Groningen als daarbuiten heel erg veel voor de stad. Ja, ik vind het gewoon belangrijk dat de acts uit Groningen en dingen die in Groningen gebeuren ook meer exposure buiten Groningen krijgen dan dat alleen mensen in de stad het weten. Want er gebeuren gewoon heel veel toffe dingen die de moeite van het aanzien wel waard zijn. Ik denk dat heel veel moet kunnen zonder subsidies. Ik heb ook 2 jaar terug een tournee van een band van Braziliaanse vrienden van mij door Europa hebben we met €1000 hebben we gered zonder subsidie. Dus ik denk dat subsidie heel vaak is het gewoon net iets te veel dat mensen hun handje ophouden en dat het niet meer noopt om echt creatief te zijn, om maar te zorgen dat het gebeurt, omdat het toch wel geld is. Terwijl uiteraard ik het wel heel goed vind dat er vanuit culturele subsidies gewoon meer activiteiten ondersteund worden, want een beetje linkse hobby ben ik niet vies van. Dus jij staat voor de jonge generatie van Groningen? Ja, voor de jonge ondernemende mensen die op een nieuwe manier willen kijken naar de mogelijkheden die er zijn. En daar ook gewoon voor gaan en niet afwachten. We staan hier bij Forum Images, waar deze week het Cinekit Festival wordt georganiseerd.
Yes, I can see ya. Cause every girl in here wanna be ya. Oh, she's a diva. I feel the same and I wanna meet her. They say she low down. It's just a rumor and I don't believe her. Er is hier een medialab en er is een cursus acteren voor kinderen van de basisschool. Heb je deze set zelf bedacht? Ja, ja. Het is lichtelijk gebaseerd op gewoon het welbekende idee van een reusachtig monster. En in dit geval een reusachtig robot die een stad aanvalt of binnenvalt. En dat er dan een superheld is die de robot weer verslaat. En het is natuurlijk ook heel erg geïnspireerd op de videoclip van de Beastie Boys, Intergalactic. En dat zie je ook direct wel terug. Het heeft een heel hoog knutsel en een heel hoog pulpgehalte. Wil je ons het technische gedeelte uitleggen van jouw set? Dan ga ik eerst even beginnen met wat er precies gebeurt. Het heet het Reuze Mini Media Lab. En we willen met een soort van speciale effecten willen we het hele kleine combineren met het hele grote. En dat doen we met, door middel van maquettes. Die maquettes die geven de stad weer. En met een groen scherm kieën we eigenlijk de kinderen weg. En die plakken we eigenlijk in de stad, in de maquette van de stad. En op die manier proberen we zo live mogelijk en zo snel mogelijk die film te bouwen. En het is een film van ongeveer 9 scènes. En dat proberen we dan in een half uur tijd met greenscreen en maquettes en acteren. En gewoon special effects te maken eigenlijk. Wat is het doel van Cinekit? Cinekit is dus een film- en mediafestival voor kinderen. En het is enerzijds gewoon plezier natuurlijk. De nieuwste films en nieuwe tv-series worden er ook vertoond. En anderzijds, net als dat Medialab waar we straks nog een kijkje gaan nemen, dat is ook een stukje media-educatie voor kinderen. Dus het hele media-wijsheid-verhaal komt daar op een hele leuke manier terug. Ze leren hoe ze filmpjes kunnen maken, ze kunnen daar een DJ-VJ-workshop doen. En dat is dus ook een stukje educatie wat erbij komt kijken. Wat komen jullie hier doen? Nou, wij komen hier eigenlijk voor de acteerworkshop. We zijn net in zaal 2 geweest, ik weet niet meer precies, maar wat daar was. Ja, een soort technisch iets. En hierna gaan we naar het Medialab. En dat lijkt me ook heel leuk, maar we zijn hier eigenlijk voor de acteerworkshop. Ja, wat is er leuk aan acteren? Nou, je kan wel gewoon iemand anders zijn die je eigenlijk echt bent. Dus je hoeft je eigenlijk nergens voor te schamen. Eigenlijk, want je doet het toch in een... je doet het als iemand anders eigenlijk. Je kan gewoon totaal iemand anders zijn. Is iedereen er voor de acteerworkshop? Kom even lekker je armen loskloppen. Met je kloppen. Even ons lichaam wakker maken, want een heel goed je met je lichaam, hè? Dat weet je als je erop zit. Aan je gezicht even, lekker geluid maken. Hallo papa. Ja, ik ben papa. Ja. Hoe vind je het hier? Ik vind het spannend. Het is heel stilletjes en ze doen heel goed wat de opdracht is. Dus ik ben benieuwd wat eruit gaat komen. Moesten ze van jou hier naartoe of vonden ze het zelf leuk? Oeh, dat is wel een moeilijke vraag. Moesten ze het? Nou, ik vind het wel fijn dat er een dagvulling is, laat ik het zo zeggen. Harder.
goed zo. Kedeng. En dan mag je iets nieuws verzinnen. En die mag je aan haar doen. Je mag ook laten schrikken en boeroepen. Bla, bla. Alles wat je bedenkt is goed. Bla. Ja, heel goed. Bla, bla. En hard. Bla, bla. Bla. Wie ben jij? En paniek. We moeten iets opvoeren. Straks. We maken een liedje. Welkom bij jullie. Hè? Oké, tot daar. Zou je stiekem ook willen dat u zelf mee kon doen? Nou, ik heb wel een trauma. Dat vroeger mocht ik een keer in een kerststalletje meespelen, een levende kerststal. Maar dat was te laat, vonden mijn ouders, dus ik mocht niet meedoen. Dus ja, dat heeft mijn leven lang geduurd. Dus nu mogen zij wel, wat u niet mocht? Ja, zij mogen wat ik niet mocht, ja, dat is waar. Wat zijn jullie aan het doen? Nou, we zijn nummers aan het mixen en we zijn... Tuurlijk nummer! Laat eens even zien hoe je dat doet. Nou, met deze kan je harder en zachter. Met deze kan je naar links en naar rechts. En dan kan je die er ook nog zo doorheen doen. En kijk, dan doe je deze uit. Nee, nee. En daar hoor je dan een andere. Wat zeg je? Kijk, daarna doe je die andere uit. En daarna hoor je die andere die je wou. Die kan je dan horen. Eigenlijk kan jij het een beetje beter dan hij. Weet niet. Wil jij later ook DJ worden? Lijkt me cool. Ja? Jij dan? Lijkt mij ook cool. Weet jij wat je liever wil worden dan DJ? Nou, misschien bouwvakker. Oh ja. Ja, dat of snap tuinman. Ik. Tuinman. Moeilijke keuzes, jongens. Zet hem op. Een zonsopgang en hele gekke poppetjes die hier koprollen maken en allerlei andere dingen zijn wij aan het maken. Ja, ik ben de mama. Ja, ja. Doet u dit in het dagelijks leven ook? Niet echt, nee. Nee. Nee, ik hou wel van fotograferen, maar filmpjes maken, dat heb ik nog nooit gedaan. Ze bouwen eerst de figuur die op de wand getoond wordt na. Als die goed staat, dan moeten ze allemaal op een hoek gaan staan. En dan moeten ze door middel van te springen het blokje sturen. Zoals vroeger deed je dat gewoon met je Game Boy met de controller. Ja. Maar nu moet je dat dus springend voor elkaar zetten. Waarom vier? Want ik snap wel dat je naar links en rechts, maar links wat nog rechts. Meer? Draaien, het blokje draaien, het figuurtje en sneller naar beneden laten gaan. Aanstaande zaterdag hebben we ook nog de cast en crew van Hoe Overleef Ik? Een nieuwe tv-serie van Zeppelin. Die komt hier om handtekeningen uit te delen en vragen van kinderen te beantwoorden over een nieuwe serie. Het Cinekid Festival is hier tot 23 oktober. Het is hartstikke gezellig, dus kom even langs. En wij zien elkaar volgende week weer.